Sinds april 2012 geef ik al kinderfeestjes met de brandweerauto. En het is altijd feest, altijd leuk. Alleen, er zijn ook wat minder leuke dingen geweest. In deze video neem ik je mee naar een van de opmerkelijke dingen die we hebben meegemaakt tijdens die 12,5 jaar. Nou, tijdens de kinderfeestjes doen we altijd een groepsfotootje maken met de kinderen. En in het begin 2012-2013 deden we dat bij Driedijkenpunt. Moet je maar eens opzoeken wat het is. Onderaan het Driedijkenpunt had je dan een soort weiland. En daar gingen we dan altijd staan met de oude Ford brandweerauto. En dat waren heel mooie plaatjes. Kijk maar eens. Dus we gingen meestal naar beneden. Alleen één keer ging het niet helemaal goed. En dan denk je misschien... is hij misschien van de oprit afgereden. Wat zegt hij nou? Dus van de oprit. Maar, nee. De kinderen dachten dat het wat er gebeurde bij het kinderfeestje hoorde. Maar dat was helemaal niet zo. Want wat was er aan de hand? We hadden foto's gemaakt onderaan en het was een heel mooie foto geworden. Alleen ik wilde wegrijden en ik kwam niet weg. De brandweerauto zat gewoon vast in de blubber. En dat was helemaal niet diep, want hier heb je de foto. Kun je het zelf zien. Ik had dus een probleem. Ik kon niet meer naar boven komen. Uiteindelijk heb ik mijn oom kunnen bellen. Die heeft een tractor met een kabel. En toen hebben we de brandweerauto omhoog weggesleept, zeg maar omhoog. En toen konden we weer op eigen kracht verder. Het was eventjes iets minder leuk, maar de kinderen dachten dat het bij het kinderfeestje hoorde. En zo zijn er meer dingen die er gebeurd zijn waarbij de kinderen echt in de veronderstelling waren dat het kinderfeestje hoorde. Maar dat was dus niet het geval. Ja, ik heb nog een verzoekje. Want ik ben 4 augustus, word ik 50. En wat zou het leuk zijn als we op 500 abonnees uitkomen op ons YouTube kanaal. Dat zou natuurlijk geweldig zijn. 4 augustus, 50, 500 abonnees. Dus klik even op de link van abonneren en abonneren zelf even op ons YouTube kanaal. Dan komt het denk ik helemaal goed.